Is die? Hey Tommy, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Wel. Ja, op zich wel. Gisteren kreeg jij het nieuws te horen dat je centrale eindexamen niet doorgaat. Wat vond je ervan? Ja, bizar. Ik ben al 4 jaar, misschien wel 5, in groep 8 ook, ben ik een soort van opgepept over ja, het eindexamen. En dat is het grote moment. En als het dan niet lukt, dan heb je je diploma niet en nu gaat het niet door. Nee. Dus dat is best wel, ja, dat is best wel gek. En dus je bent niet opgelucht of zo dat de komende weken niet hoeft te gebeuren? Nou, ik ben wel opgelucht. Dat zeker wel. Want zo'n eindexamen, daar ben je dan toch een soort van bang voor. Of zo. Ook al zeggen mensen dat het makkelijker is dan in de SE's die je maakt. En dan hoor je dat het niet doorgaat. En dan denk je wel van, oh, maar dan kan ik dus eigenlijk nooit een eindexamen meemaken. En dat is dan wel wat je heel vreemd, toch jammer vindt. Vond jij het spannend nog? Had je nog vakken waar je wat minder goed voor stond? Dat je dacht, oeh, daar moet ik even nog flink voor blokken de komende tijd? Ik had wel vakken die ik had uitgepland nog op te halen. En dan wellicht nog. Ik had eigenlijk mijn hele schoolperiode al helemaal uitgepland. Okay. Ik ga me focussen op de vakken waar ik goed in ben. En dan heb ik de mogelijkheid om deelcertificaten te halen. En dat ga ik doen. Want dan heb ik ook een soort van tussenjaartje voor maar 2 vakken die ik hoef te leren. En dan kan ik voor de rest doen wat ik leuk vind, acteren. En nu lijkt het erop dat als ik gewoon nu een beetje mijn best ga doen, dat ik dan sowieso mijn eindexamen haal. Ja. Dat ik sowieso een volwaardig MAVO-diploma krijg. En dat is best wel gek dat ook het plan dat je hebt uitgestippeld om te gaan doen na je middelbare schooltijd, valt ook in één keer. Ja, het gaat ook opeens anders worden. Ja, ja, dat zijn hele gekke tijden. We weten natuurlijk nog niet precies hoe lang het allemaal gaat duren. En wanneer je wel weer aan het werk kan of kan gaan studeren. Want heb jij nu, sinds dat de scholen dicht zijn, de afgelopen week helemaal geen les gehad? Of heb je wel thuis het een en ander moeten doen? Mijn school, die kwam denk ik voor elke school als een soort klap. Van niemand had het aanzien komen. Ook de school niet. Ook de schoolleiding niet. Wel hebben wij een inlogcode dingetje voor Teams gehad. Dat is een platform waarop het de mogelijkheid is om online les te krijgen. Heb ik 2 keer gehad. En verder niet echt. Ik weet ook niet precies waarom. Maar... Nee, maar misschien ook omdat jullie al een beetje in de eindfase zaten. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja, volgens mij vorige week heb je nog schoolexamens moeten maken. Of was dat op jouw school niet het geval? Want er waren... Nou ja, vorige week had ik het inderdaad moeten maken. Maar dat was geannuleerd. Ah, dat was al geannuleerd bij jou. Ja, want anders had ik nu al geweten of ik geslaagd was of niet. Dus ik moet nu deze week mijn eindexamens gaan maken. En de week daarop ook nog. Okay, en dat doe je dan vanuit huis, die eindexamens, schoolexamens? Of moet je daarvoor dan wel naar school toe? Daar is dus ook nog onduidelijkheid over. Want ik kreeg gisteren een mailtje over dat ze in vergadering waren van hoe ze dat gaan oplossen. En hoe het zo veilig mogelijk voor iedereen kan worden. Ja. Nou is mij vermeld net, vlak voordat ik hierin ging, via een mailtje dat ik morgen een Nederlands mondeling heb, via Teams. Okay. Maar hoe dat zit met mijn wiskunde, met mijn scheikunde, met mijn alle schriftelijke overhoring, dat weet ik niet. Nee. Maar dan ga je dus morgen gewoon inloggen op Teams en dan zit je docent aan de andere kant van de webcam en dan doe je je mondeling Nederlands. Ja. Ja, en heb je dan iemand achter de laptop staan die jou allemaal hints geeft of is dat... Nee, ja, dat gaan we niet doorvertellen. Nee, dat lijkt me niet slim.